Hey jongens, meisjes, ja, jullie zien het goed. Ik ben nu in de Biep in de buurt in Tholen. En ja, hier kennen jullie het nog wel. Want ik moet nog even wat boeken inleveren. En nu kan het dus nog hier. Maar 19 juli gaan we hier sluiten. En dan gaan we naar de nieuwe locatie. Let op! Ja, en nu sta ik dus ineens bij de nieuwe vestiging van de bibliotheek. Even kijken of jullie het al kunnen herkennen. Hier is de voordeur. En daar is de hele grote speeltuin. Want ik sta dus inderdaad bij de nieuwe brede school. Want ook de bibliotheek die heeft daar een hele mooie plek in gekregen. Nou, kom, dan gaan we snel binnen kijken. Moet je nou zien hoe gaaf het hier is. En als je dus door de hoofdingang binnenkomt, dan heb je hier de bibliotheek. En dan zie je dus dat je het bijna nog niet herkent, want de bibliotheek is nog helemaal leeg. Kijk, ze zijn nog volop aan het klussen. Dat zijn mijn collega's Irma en Henny. Nu zijn ze van het behangen, maar straks gaan jullie ze ook wel zien in de bibliotheek. Want dan kunnen ze jullie ook helpen met reserveren en boeken innemen en uitlenen en zo. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, je ziet het helemaal leeg nog. Ik ga hier even voorzichtig tussendoor lopen. Hier komen straks allemaal mooie prentenboeken staan. En dan komen hier allemaal mooie boeken. Kijk eens, een gezellig zitje waar jullie straks kunnen gaan lezen. En dat komt helemaal tot achter door vol met boeken te staan. En niet alleen maar voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. Dus ook voor jullie papa's en mama's, opa's en oma's. Iedereen kan hier straks terecht. Kijk, daar zie je al dat gezellige behangetje. Ja, dan hoor ik je denken, vanaf wanneer kun je hier dan wel boeken komen lenen? Wanneer staan de boeken hier allemaal? Nou, 2 augustus, dan gaan we open. Dat is midden in de vakantie. Dus we hopen dat jullie dan allemaal hier komen kijken en... Ja, dan ga je mij hier misschien wel zien. Of dus mijn collega's Henny en Irma. Of de andere leesconsulenten. Biepje of Judith. Of Biepje of Jessica. En we hebben ook een voorleesconsulent. Die gaat allemaal leuke dingen doen op de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Dat is voorleesconsulent Annemiek. Nou, we gaan jullie heel graag snel ontmoeten hier. Doeg!